Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteren helemaal niet de vlog geopend, dus ik dacht ik doe het nu maar eventjes. Ik heb gisteren wel een nieuwe telefoon besteld, dus die komt vandaag binnen. En de pil heb ik weer besteld, wat ik vorige keer mijn vlog zei, dus die kan ik deze week ophalen. En wat heb ik nog meer gedaan? Het telefoonabonnement verlengd, een beetje gewerkt en that's it. Zo, hallo. Ik heb gedoucht. Ja, ik was dus ziek. Ik heb het niet gezegd. Ik had gewoon geen zin om te zeggen, maar ik werd vrijdag eigenlijk ziek. Dus ik was eigenlijk op mijn moeders verjaardag ook helemaal ziek. Maar ik wilde er gewoon niet van aandacht aan besteden. Nu ook niet hoor, maar dat is waarom ik gisteren niet heb gevlogd. Ik had eigenlijk zondag en maandag eventjes als enige dag om helemaal uit te zieken. Mijn bonusdochter was er vandaag, dus dinsdag al om 12 uur. Dus we gaan ook Sinterklaas vandaag vieren op 5 december. Dat is wel heel leuk. Dus ik heb net even gedoucht. Ik ben echt nog niet ver met werken. Ik moet echt nog heel veel werken. Ik loop nu al achter. Maar ja, ik was echt te ziek om wat te doen. Bonus ouders. Mijn schoonouders komen over een half uur. En dan gaan we lekker Sinterklaas vieren. Super gezellig. Zij zijn nu even wat snackjes halen. Want ik voelde me daar nog niet lekker genoeg voor. En ik ga even nu in de koelkast en in de lades kijken of ik wat snackjes bij elkaar kan sprokkelen. Beetje opruimen hier. Beetje opmaken. En dan gaan we lekker Sinterklaas vieren. Wel jammer dat het dan nog niet donker is. Maar ja, ze moeten 5:45 weer naar huis. Dus ik wilde het eerst morgen vieren, maar het is toch leuker om het op de dag zelf te doen. Dus dit is mijn haar nog van zaterdag. Maar het wordt wel vettig, dus ik hoop dat ik droog shampoo krijg van Sinterklaas. Snackplankie. Wie weet waar dit bakje voor is? Laat het weten in de comments. Er werd net mega hard op de deur geklopt en we hebben dus echt hebben niet normaal veel spullen. Ja, dat ging op een gegeven moment. Hij hield het niet. Oké, handel. Ja, dat zijn. Hier, voel dan. Wat kan dit nou zijn? Ja, dag. Echt geen truffelbread. Het is truffelbread. We hadden er nog maar twee. Er liggen er daar twee in het bakje. Dat is echt mijn veef. We hebben ook in de zak van Sinterklaas een stukje dode vis. Voor wie zou dat nou zijn? Ik zou het echt niet kunnen bedenken. Hey, lekker! Hey, Sinterklaas! Monster. Ja, ik begin toch te denken dat iemand hier samenwerkt met de Sint. Ja, ik ook. Ik vertrouw het niet meer helemaal. Nee, ik ook. Je bent nu natuurlijk al best wel oud. Hoe oud? Niet zo oud als die daar, maar... Snap je? Nee, die kunnen ze niet meer gebruiken. Die stelt, die kan je niet meer gebruiken. Nee, ik heb net nog op mijn overdatum. Ja. Oh, ik moet iets pakken. Ja. Overdatum. Lekker! Oh, dan heb je ook je eigen... Ze hebben attack elkaar nooit. Nou, ik denk dat Nina meer wil dan... Ja, jullie zijn allebei lief en een beetje fluffy. Poesie. Ja. Nee, ik kan het niet zien. Kijk, Poesie. Nee, maar Poesie doet normaal heel gemeen tegen alle dieren. Niet heel groot hoor, hè? Nee. Ik vind het strak. Ja. Mina gaat van achter hier naar Poesie zoeken. Op de gezondheid van Sinterklaas, hè? Santé everybody. Wat is dat dan? Sop. Oh, pardon. Nee, ik heb Elmex altijd. Oké. Okay. En die wilde ik heel graag weer, want die heb ik al heel lang niet meer. Maar het is dus sensitive professional, maar dan allemaal verschillende soorten. Ja, super. Ja. Springen in de zijn zo blij, want de zijn kleine stoten. Lekker hoor. Wij zeggen truffelbret, omdat hij altijd dat zo uitspreekt. Dat truffelbret. Doe je dat? Dit zijn ook rumbonen. Maar dat Sinterklaas dus opa rumbonen geeft. En mij rumbonen geeft. Nog meer droog shampoo. Het lijkt wel alsof we gewoon heel veel pieten hebben. Zelfde merk, dat is het keer. Nou. Maar deze had denk ik een aanbieding en die ander niet of zo. Nou, misschien vond hij gewoon dat je het wel nodig had. Ik denk het ook. Ik had het volgens mij op mijn lijstje geschreven. Lekker cadeautje voor Poesie. Nee, het zijn niet jouw snackjes.
verdeeld. Lekker. Hij heeft gekookt. Kijk dit. Toetje. iPhone is een snap bezorgd, maar het wordt letterlijk zo. Dit is het enige materiaal. Het zat gewoon zo. En het kan helemaal bewegen. Dat ik denk, hè? Moeten ze dat niet wat beter verpakken? Maar... En ik hoor dus heel veel slechte reviews erover, dus nu ben ik bang. Ik wil gewoon, mijn oude iPhone 12 Pro is nog super goed, maar ik vind de camera niet heel goed. Dus ik wilde gewoon een upgrade en ik mocht ook verlengen. Maar ik zou ook niet weten welke telefoon ik anders moet nemen. Is dit water? Ja. Dus laten we hopen dat hij gewoon goed is. Ik denk dat ik hem trouwens wel ga houden. Nicole is wel weer heel blij met haar iPhone, dus misschien hou ik hem wel. Ik ga het gewoon morgen beslissen. Maar trouwens, wat ook nog. Ik zie een soort lijn. Oh, nou dat zit even in mijn lens, denk ik. Nee. Wat ook nog heel grappig is, ben ik nou scherp? I don't know. Is dat... Volgens mij... Ik ben niet scherp. Volgens mij voor onze pakjesavond zijn er dus minstens 2 pieten op pad geweest om cadeautjes te halen. Want ik kreeg alles dubbel. Ik denk zeg maar dat 1 piet dacht van ik ga dit lijstje afwerken. Want Charlotte wil droog shampoo, kerstbonbons en tandpasta. En een andere piet ook, want ik heb letterlijk alles dubbel gekregen. Dus ik heb nu 3 droog shampoos, 5 tandpasta's, 2 dozen kerstbonbons. Ja, ja. Lekker vol, heetje dus. Hola, ik ben aan het werk en de hulp is er ook. En ik heb geen geduld, dus ik ga dit glas uit. Oké, ik was even bezig te bedenken wat ik morgen eigenlijk ga maken in Babbel. Dat wist ik nog niet. En nu wel, en ik ga zo even naar de Lidl lopen. Ik baal wel eigenlijk nog steeds niet helemaal beter ben. Ik hoop zo dat het morgen beter is, ook mijn stem. Maar ik heb besloten dat ik hem gewoon ga openmaken. Want wat kan er nou mis zijn met een iPhone 15? Ja joh, ik denk echt van wat kan er nou mis zijn met een iPhone? Ik vind het een beetje raar dat je een ouder model zou moeten kopen. Ik kan het me bijna niet voorstellen. En ik heb ook echt niet zoveel slechte reviews gehoord. Dus hoppa. There we go. Oeh. Is hij nou, dit is mijn oude, ik zal hem even laten zien. Het is een beetje een dubbel gevoel, mijn oude is nog helemaal goed. Er is nooit iets mis mee, alleen ik vind de camera niet goed genoeg. En al doe ik niet super veel op social media, qua Instagram en zo vind ik het toch belangrijk dat hij goed is. Maar deze ziet er nog zo goed uit, niet normaal. Ik kan hem dus bij Swappie waarschijnlijk verkopen, mijn telefoon, voor 500 euro. Ja, mocht iemand hem willen overkopen, vind ik dat ook goed. Waarschijnlijk als dit online staat, dan zou het nog kunnen, maar... Ik wil er natuurlijk wel zoveel mogelijk voor proberen te krijgen, want hij is nog helemaal goed. Hij heeft geen enkel probleem of zo. En ik heb hem dus heel goed altijd beschermd, dus hij ziet er nog helemaal mooi uit. Maar deze is, ik vind deze eigenlijk ook mooier dan een nieuwe, want dit goud is. Dus ja, het is een beetje raar dat ik misschien een nieuwe iPhone heb genomen, maar ik wil gewoon echt een betere camera. En dit is de nieuwe. Huh? Oh, ik hoor Poesie weer. Spelen, Poesie. Je bent zo lief. Jij bent zo lief. Het is zo lief en mooi, Poesie. Ik snap het best als mensen denken van waarom neem je een nieuwe telefoon als die nog goed is. Maar ik vind de camera gewoon echt storend. Dus ik dacht, ja, wat ik zeg, het is niet dat ik per se een nieuwe telefoon wilde. Maar ik vind gewoon voor mijn werk dat mijn camera beter moet zijn. Dus daarom heb ik een nieuwe. En vanwege alle slechte recensies en zo ben ik dus nog niet heel enthousiast. Maar misschien is hij wel fantastisch. We'll see. En kijk, het hoesje past in principe, alleen qua camera past hij niet. Jammer, want ik heb zoveel leuke hoesjes. Ga ik denk ook gewoon verkopen of zo, ik heb er zoveel. Misschien doen jullie dit allemaal al, maar het is echt iets wat ik laatst heb ontdekt. Doe een tas in je mandje, want als je dan dus bij de band hoef je alleen maar je tas eruit te tillen. En dat is zoveel minder werk dan alles uit je mandje moeten halen. En nog een tip, voor wie het nog steeds niet weet. Koop dit als je bij de Lidl bent, of Jumbo, of de Dirk. Daar hebben ze het in ieder geval, want dit is zo handig. Veel handiger dan dit. Oh my god, ik ga het niet kopen, want wij hebben echt genoeg. Maar ze hebben zoveel lekkere dingen. Kijk dit.
En dit. Met stukjes truffel ook. En we hebben echt veel te veel al, maar ik hou me in. Maar tip. Buiten zijn is echt altijd lekker, maar ik ben blij dat ik niet ben gaan sporten. Want ik voel, als je ziek bent, dan voel je dat zodra je iets gaat doen, dat je echt gewoon denkt, oh my god, ik ga dood. Maar ik denk wel dat ik een stuk lekkerder slaap. Besef even, ik was zaterdag, zondag en maandag zoveel zieker dan nu. Maar ik heb dus niet gevlogd en nu ga ik het dus wel vertellen. Maar ja, ontkom er bijna niet meer aan. Je merkt gewoon aan dat ik niet echt fit ben. En zo'n rollator, ik zeg net een rollator. Zo'n ding, is handig, maar ik hou hem echt veel te veel spullen en dan is het alsnog niet heel chill rollen. En dan moet je ook zo rijdt, dus dan voor je rug zeg maar ook niet heel lekker. Ik heb super veel boodschappen weg. Wajo. Dit mag niet op de koelkast, want dat ga ik sowieso vergeten morgen. Ik ben helemaal niet meer in de bubble hop vibe. Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik morgen ga filmen voor Bubble Hop. Ik denk omdat er nu best wel lang in zit. 8 dagen. Dat het daardoor voelt, van ik ben er een beetje uit. Ik kan me gewoon niet inbeelden dat we morgen weer Bubble Hop gaan doen. Onze koelkast is altijd vol, ook als ik bijna niks koop. Het is wel mijn schuld altijd dat die zo vol zit. Ik vind die skier dingen zo duur. Maar wel... heel handig, dus ik heb het maar gekocht. Ik had 20% bonuskorting. Privébonus, zeg maar. Alleen, hij pakte het niet. Dus toen ging een vrouw het voor mij aanzetten. Ik ben te moe om dit nu te doen. Ik vind het wel echt heel leuk. Echt een tip bij de Lidl dit. Nou, ik ga even stoppen. Uiteraard, ik ben te moe. Hi, Pushy. Hoe zie ik er ook uit? Hoe ga ik morgen? Nou, ik denk dat het morgen wel goed komt. Maar kijk hoe leuk dit is. Het is wel 8 euro, maar geweldig. Ik heb er 3 gekocht voor kerstkleurtjes. Ik ga even chillen, want als de hulp er is, kan ik ook niet heel erg chillen. Dus ik moet even heel even, nou ja, editen. Maar dan even chillen. Chill editen. Is dit handig, sinaasappel eten en even mijn pakken? Nee. Ik weet dat niet de goede manier is voor je tanden, maar lui. Satisfying. Hij is gewoon al aan. Is dat normaal? Dat je iPhone aan staat? Hè? Is dat normaal? Wow, dit scherm voelt lekker mooi. Mijn scherm is zo vies altijd. Deze gaat dus ook heel vies worden. Maar waarom staat mijn iPhone al aan? Ik ga lekker een golden latte maken. Dit is zo'n van Koro met kurkuma en kaneel, cardamom, gember. Het is echt heel gezond. Mijn matcha is dus op. Ook de niet lekkere matcha is inmiddels op. En het wordt bezorgbaar. Het duurt echt super lang. Het is al 4 uur. Dus ik ga dit maken. En ik denk dat ik er misschien... ik ga hem even roeren zoals een matcha. Dan denk ik dat ik er misschien een beetje pumpkin spice doorheen doe ofzo. Vind ik wel lekker. Zoals jullie waarschijnlijk weten, houdt het niet echt gewoon zoet. Ik denk dat het bij dit een heel klein beetje pumpkin wel lekker is. Een klein beetje, een beetje. Maar ik wil niet dat het aan mijn matcha borstel gaat zitten. Gewoon zo. Ja. En dan met havermelk. Golden latte is zeg maar van zichzelf echt alleen maar kruiden. Maar havermelk is ook best wel zoet van zichzelf. Dit is pas de tweede keer dat ik hem ga drinken trouwens. Goed schuim, yummy. Ik vind die eens echt super lekker eigenlijk, maar het smaakt wel gezond en ik hou wel van kruidig. Beetje pumpkin spice erin is echt niet verkeerd. Dit is wel echt heel chill aan mijn werk. Ik ga nu gewoon GTSC op de achtergrond aanzetten, ondertussen lekker kaartjes voor morgen schrijven. Dit is zo chill, mensen, doe ik dit gewoon in de avond op tv kijken, maar ik heb er nu zin in. Ga ik nu gewoon lekker GTSC op de achtergrond aanzetten, heb ik hier mijn laptop met de recepten die ik al heb opgeschreven. En dan ga ik hier nu lekker aan de tafel... die golden latte drinken en kaartjes schrijven. En dat is dan echt zo'n chille baan. Als je eventjes... dit zijn echt van die heerlijke momenten aan dit werk. Dat je gewoon lekker chill, lekker op de grond, helemaal zen, helemaal heerlijk. Kaartjes schrijven. Klaar. Dit duurt echt heel lang. Time to cook.
Brusselisch gerecht vind ik echt super lekker. Mijn kooktip is, doe de knoflook pas na de ui. Dus niet zoals ze altijd zeggen, tegelijk met de ui bakken, maar erna. Dan is die veel lekkerder. Hier een super lekkere saus. En die gaat dan straks over de courgette in de oven. Oeh. Lekker. Het voordeel van in de oven is wel dat je dan niet hoeft te koken en gewoon alleen maar hoeft te wachten. Zo. Kijk, dit lijkt nu een ovenschotel, maar hier moet je nu dus de saus uit gaan scheppen. Ziet er echt lekker uit. Huh? Die saus is super waterig. Dat is wel raar. De saus was net heel dik, hè? Voor die in de oven ging. En dat allemaal water uit de courgette komt. Lekker. Ja, dit ziet er wel lekker uit. Goedemorgen lieve mensen. Mijn gast kan er elk moment zijn. Ik ben zo benieuwd of jullie een idee hebben wie het is. Ik zie er nog wel een beetje ziekig en moe uit, maar ik denk dat het zo wel bijtrekt. I did my best. Haartjes weer lekker vast. Kost toch minder tijd en ik vind het ook mooi. En dat we eerst nog wel even een beetje gaan kletsen. Dan krijg ik weer een beetje kleur in mijn gezicht. Ik ga even de filmlampen nog klaarzetten. En dan kan het er elk moment zijn. En alles staat verder klaar. Ik heb dit keer de lampen gewoon op het statief laten staan, dat ik het niet helemaal opnieuw hoefde op te bouwen. Dus dat scheelt echt enorm veel tijd. Ik ben nu al klaar. Een soort van. Dus dat is fijn. Wat top dit. Helemaal klaar. Zo blij mee. Ik heb mijn haar trouwens ook vast gedaan. Omdat het dus best wel een beetje niet de kleur is die ik wil. Je ziet het ook echt. Een beetje gelig. En ik morgen naar de kapper ga. Dus dan heb ik lekker dit seizoen mooi mijn haarkleur die ik wil. En nu zie je het toch niet echt. Ja, ik vind dat je het echt heel erg. Je ziet het echt wel heel erg. Ik mag mijn knotje nog iets strakker doen. Maar ik ben klaar. Ze is er nog niet, dus ik ben blij. Helemaal ready. Dit staat klaar. Dit staat klaar. En dit staat ook allemaal klaar. Helemaal top. Let my guest. Oh, daar is ze. Oh, wow. Ze ziet er geweldig uit. Het is echt jouw kleur, dit. Nou, ik wilde ook roze, maar ik heb niks. Oh, dit is leuk. Ja, toch? Ja, dit is heel leuk. Dat een beetje. Ja. Oh, ik vind het wel een beetje. Ik vind het heel leuk dat iemand effe is. Ja, en dan ook. De camera staat aan. Oh echt? Ik was net aan het vloggen, toen ging de bel. Ik vind het zo leuk dat je er bent. Ben ik ook een keer hier. Oh. Poesie, ligt ja. Je ziet er goed uit. Van anderen? Of? Ja. Ja? Ja. Oh, daar. Hallo. Oh, wat lang geleden. Hadden mensen het geraden bij jou? Waar ga je nee. niet, toch? Nou, ik denk dat er een handje vol waren. Het is zo lang geleden. De rest allemaal Chris. Chris, oh. Chris. Die komt ook hier. Ik denk dat het 5 jaar geleden is. Ja, het minstens. Ja, hè? Ja. Bizar, hè? Ik heb gisteren video's teruggekeken. Ja, je had gereageerd. Ik zag ja. het. Het was zo leuk. Oh, ik moet even poes aan. Niet van me weg. Oh, je bent het echt nog leuker. Ze komt alweer terug, hoor. Hallo. Kom. Kom maar. Ja. Hallo. Zij vindt het zo leuk dat er dan elke week een ander iemand hier ja, langskomt. Aandacht. Ja. Ze is heel bang, zeg maar, nog een soort getraumatiseerd bang. Wat dan? Ja, omdat ze uit een gezin komt waar ze haar heel slecht behandelde. Oh, echt? Want wij moesten dus dit ras, of zo'n soort ras vanwege heel die allergisch is. Maar ik wilde ook adopteren, dus je weet, dit is nooit ja. te adopteren. Nee. Als ze in het asiel komt, dan is het 1 dag. Precies. En dan zijn ze alweer weg. Dus het is ook niet helemaal legit van ik heb geadopteerd. Maar we hebben wel geadopteerd. Soort van wel, ja. Het is geadopteerd. Alleen maar dan niet via. Ja, van een fokker dus. Die haar wegdeed omdat ze onaardig was tegen de andere katten. Maar ja, nou, ja. Zij was anders natuurlijk ook in een dag verkocht. Dat weet ik ook eens ja, wel. Zeker. Maar toch oh. adoptie. Ja, lekker poesie. Ja. Maar ze ruikt niet jouw katten. Je hebt toch ook nog katten? Ja, 3. Ja, de schattige grijze Fluffy. Ja, die zijn ook zo lekker. Ja. Ik hou van katten die echt geaaid willen worden. Ze vindt het zo lekker. Lekker, hè? Oh. No, pushy. We matchen helemaal. Ja, ik vind het ook echt onze. Tegenwoordig denk ik, oh joh, als iemand niet matcht, laat maar. Want ik moet niet zo moeilijk doen. Maar dit is nou, echt top. Ik had het wel, maar ik dacht, ja, ik heb een beetje gekeken natuurlijk naar die setting. Pastel. Ik dacht, ja, moet niet ook pastel dragen. Oh ja. Dan val je weg. Ja. En ik had eigenlijk een zwart jurkje in gedachten. Nou, zwart is saai. Ja, zwart is echt niet leuk bij Babab. Nee. In deze keuken. Dat is ja, heel saai. En dan is dit, dacht ik, nou. Maar dit vind ik, heb ik ook een paar keer nu gehad. Dat ik dan bijvoorbeeld zwart-wit had en de andere kleur. Ja, ga maar door. Oké. Nou. Is goed. Poesie. Heet hij ook echt poesie? Ze heet Lina. Oh. Maar noem jij je katten gewoon normaal? Ja, hè?
Ja, met jou was het, wij waren natuurlijk zo gek op elkaar, dat het gewoon too much werd. Ja. En daardoor is het eigenlijk verpest, in mijn mening. Nou, daar heb ik het ook nog heel kort in de vlog over gehad. Want wij waren natuurlijk ineens vier keer per week bij elkaar. Dat is echt niet oké. Ja, ik ben zo, maar jij ook kan ook zo zijn. Ik ook. Dat zit heel erg in mij. En dan, maar we waren wel echt intens. En ik denk dat dat gewoon ook weer niet matchte. Nee, maar het was gewoon te veel. Ja. Ik denk dat dat met niemand bijna kan. Maar dit was echt veel. Ja. Ook zelfs nog, toen was ik aan het editen. Ja, ik heb nu een event. Oké, ik kom er nu aan. Allebei weer naar Amsterdam. Het ging gewoon niet. Ja, dat het gewoon te was. Of zo. Bij mij bij, dan gaat het gewoon mis. En dan kan ik het niet meer aan. Dus dan is het gewoon te veel. Ja, dat heb ik ook. Maar ik had ook toen, 5 jaar geleden, want toen heb ik ook... Weet ik, ken jij Linda nog? Nee, ik weet niet of je haar ooit op moest. Zij was echt mijn allerbeste vriendin. Jawel, die was toen ook op je verjaardag. Ja, blonde meid. Ja. Maar daar heb ik echt ook... Het was een tijd dat ik gewoon heel erg het allemaal niet meer aan kon en dacht... Ik trek het allemaal niet meer. Ik kan niemand tevreden houden en dat geeft me een rot gevoel. Ja. En nu, sinds een paar maanden, merk ik dus dat ik het juist heel erg mis. En dat ik denk, nu heb ik dus wel behoefte aan die intense vriendschappen. Ja, wel intens, maar niet too much. Nee, niet een overkill, maar wel mensen die echt goede vrienden zijn. Ja, dat wel. Dat is wel zeldzaam, hoor. Dat is het. En ik merkte het toevallig met een andere vriendin van mij. Dat ging ook een beetje van 0 naar 100 in een korte tijd. En zij is ook hetzelfde als ik. Dus zij gaf ook 100. En ik ook. En op een gegeven moment zie je elkaar 3 keer, 4 keer in de week. En op een gegeven moment dacht ik ook, ik ben too much. Maar jij bent ook too much. Yeah. Dus ik dacht, even niet. Ja. Maar wij hadden het niet door. Nee, en we hadden ook nog dat was het. En dan ging dat ook echt. Dat was denk ik het probleem als je het niet door hebt. Nu hadden we het door, dus we hebben allebei zeg maar een stapje achteruit. Dat is goed. Maar dat onderhouden is ook lastig. Nou, dat is het. Ik merkte gewoon dat ik bij jou een beetje en ook bij die andere vriendin van... Ik dacht, ik kan niet een soort van geven wat iemand anders nodig heeft en dan ga ik me rot voelen. Ja. En dat weet ik niet. Dus dan maar niet. Maar in die tijd... Ja, dan denk je dan maar niet. Toen was ik heel erg bezig met leren afstand nemen. Nee, breken met mensen. En nu denk ik dus echt, ik denk pas sinds een maand dat ik daar heel bewust mee ben. Ik denk... Ja, ik mis het eigenlijk wel bij sommige mensen, weet je wel. Dat je misschien toch te hard werd in... Ja. In nee zeggen. Ik heb nu een vriendin hier in Zoetermeer. Dat hield ik echt op afstand. Omdat ik dacht... Te dichtbij. Nou, ik dacht... Ik kan toch niet nu een nieuwe vriendin aandacht geven... terwijl ik mijn andere vriendinnen helemaal niet genoeg aandacht geef. En toen zei iemand, maar Charlotte, geven die anderen jou dan zoveel aandacht? Ja. Is het alleen maar vanuit jou? Nee. Hebben zij vrienden in de buurt? Ja. Mag jij dat dan ook hebben? Ja. Weet je wel? Het is toch fijn iemand in de buurt hebben? Ja. Lijkt me. Maar het voelt dan inderdaad gewoon, kan ik het allemaal wel onderhouden? Had ik ook inderdaad. Ik dacht, nee, ik kan nu niet nieuwe, want de rest gaat ook niet. Maar als je dan inderdaad kijkt naar wat jij terugkrijgt, ze staan ook niet 24/7 om het hard te zeggen op jou te wachten. Nee. En dat vond ik bij jou ook moeilijk, want jij bent ook heel eerlijk over... Als je terugstelt met een iemand. En als ik dan zoiets lastig was, dacht ik, kut, dit gaat ook al voor mij. Ik ben nu geen goede vriendin, ik kan het niet bieden. Nee, maar dat is denk ik ouder worden, want dat is meer frustratie van, je bent alleen en je hebt het vaak over eenzaamheid en er is niemand voor je. Maar ik besef ook dat mensen niet... Mensen hebben ook een leven. Ja. En als ik er dan even doorheen zit en ik heb iemand, ik voel me kut. Je kan niet letterlijk alles laten vallen en dan, Maar dat is wel moeilijk. Ik kom naar je toe. Ja, dat hoop je wel. Ja, en daarin zijn wij maar wel hetzelfde. Ja. Want wij zijn volgens mij allebei ook als er iets... Oh, waarschijnlijk is dit een verrassing voor dit en dit en dit. Omdat je dat zelf zou doen. Ja. Weet je wel, dat je alsmaar teleurgesteld wordt. Ja. Ik heb nu heel weinig vriendinnen, maar dan inderdaad als er dan in die vriendschap... Ik heb het idee dat jij wel veel vriendinnen hebt. Nee. Al die mensen met wie je gefilmd hebt, zijn toch allemaal gewoon... Ja, maar dat noem ik dus niet... Ja, ik ben heel kritisch met... Ja, oké. Dat is een beetje die platonische vriendschap. Nou, ik zat dus ook vannacht in bed te denken. Dat ik denk, want Elise zei in die video, mijn vriendin. Toen dacht ik, jij bent mijn vriendin. Maar voor mij duurt het heel lang voordat ik dat zo'n label durf te geven of zo. Ja, dat is wel zo. Terwijl ik met haar misschien wel meer plezier bleef met mensen die ik als beste vriendin beschouw al heel lang. Ja. Nou, ik had het vorig jaar met mijn surprise party. Dat ik zag die kamer vol en toen dacht ik echt, oh mijn god. En dit zijn vrienden. Ja, dat ik echt dacht, maar zo... Ik zie het wel zo, maar in mijn beleving heb ik weinig vriendinnen. Ja. En dan zie je een hele kamer vol en dan denk je echt, wow, wat bizar. Dat is geweldig, hè? Ja, toen bij de opening echt huilen gewoon. Ja, bizar, hè? Ja. Hoeveel mensen er wel voor je zijn. Heel waardevol. Ja. Ik vind echt heel waardevol. Ja.
Maar ik merk als je ouder wordt veranderen dingen echt. En ik denk ook, je moet vriendschappen ook kunnen loslaten, maar ook het weer een kans durven geven. Ook. Maar ook accepteren, je hebt nou eenmaal een eigen leven. Ja. En je kan niet. Ik, nu al helemaal met twee kinderen, ik kan niet 5 keer per week afspreken. Nee. Dat lukt niet. Nee, maar jij hebt wel, en dat heb ik ook, je denkt wel heel veel, ook als je niet laat werken aan je vrienden. Ja. En dat heb ik ook. En dan af en toe word je daarin dan teleurgesteld dat je denkt, ik voel dat dat niet meer wederzijds is, maar dat is gewoon omdat dat niet hun karakter is. Ja, klopt. Maar ik heb ook dat ik te ver denk. Dus hè, dan zit ik er mentaal helemaal doorheen en vriendin A, die heeft zeg maar geen tijd. Oh, ik wil zo graag er voor je zijn, maar het lukt niet. Ja. Want hè, dan heb ik het niet specifiek over iemand, maar vervolgens, hè, want je volgt iedereen ook online, dan zie je ze en daar, en daar, en daar. En daar heb ik moeite mee. Ik word er echt intens van. Ja, ik ook. En dan denk ik, ja, maar je kan dit toch even laten vallen en dan naar mij komen. Vooral in de tijd dat ik net Leo had en net Revi, allebei die babyperiode, toen dacht ik echt, oké, maar er is nu niemand. Ja. Ik zat in een kliniek. Ik weet nog dat ik dat toen zag. En toen zaten wij echt in no speaking terms. Ja, en dat ik echt dacht, ik ben nu niet de persoon. Maar ik heb op dat moment wel echt gevoeld van, ik vind het heel jammer dat ik nu niet die persoon kan zijn. En moet ik me daar nu overheen zetten? En alsnog dacht ik, ja, ik weet niet hoe het nu tussen ons zit. Ja, dat is lastig. We zijn niet wel, echt goed uit elkaar gegaan. Niet echt persoonlijk. Nou, niet ruzie. Het was meer van, ja, ik krijg die vraag nog steeds. Nou, niet dagelijks, maar wel. Het was gewoon too much. Eigenlijk door de liefde was het gewoon te veel. En toen heb ik wel echt gebaald van, ik vind het heel jammer dat ik nu niet er voor je kan zijn, zeg maar. Ja. Terwijl ik er wel kon zijn, als je dat wat bedoelt. Ja. Ja, ik zat toen heel erg echt in een fase van, ik denk een beetje te hard daarin geweest, maar dat ik dat soort leerfase zat van, ik moet nee zeggen, want ik stel mensen teleur. Bij mij was het dus vooral, oh nee, ze wil dingen die ik niet kan bieden. Dat is ook omdat die andere vriendin heb gebroken. Terwijl ik nu denk, ik kan het allemaal gewoon bieden, maar toen niet. Ja, je kan het bieden, maar niet in overmate. Nee. En je hoeft elkaar niet elke week te zien. Nee. Of elke 2 weken. Ja, ik vind maandelijks misschien wel fijn, maar ook dat hoeft niet. Nee, dat wilde ik vroeger niet, maar nu dus wel. Ja. En nu zijn mijn vriendinnen dat niet meer gewend. Dat ik dat wil. Oh, dat is dan wel lastig, ja. Ja, verandert. Je verandert. Ja. Ik verander voor je ook pas echt nu ik ouder word. Ja, maar dat is logisch. We hebben het nu ook echt over 5, 6 jaar geleden. Is het zo anders? Ja. Jij was geen moeder, ik was met Ruben. Ja. Het is echt een heel ander ding. Ja, en events waren nog een ding, dus je ging nou eenmaal vaker weg. Te veel verschrikkelijke events. Ja, ik ben ook eigenlijk blij dat het niet meer zoveel is. Oh, ik vind dat moeilijk. Oh. En dan zie je die foto's ook van toen en dan dacht je echt, oh, het ging allemaal om de goodiebag. Ja, dat was echt leuk. Maar wij zagen elkaar wel heel veel, hè? Ja, maar wel echt in korte tijd. Heel kort. Het was denk ik echt paar maanden? Ja, dat denk ik wel. Ja, zonde wel, dat we dat zo. Ja, maar we hadden echt allebei heel erg behoefte daaraan. Ja. Ja, en dan denk je inderdaad, ik heb het gevonden. Ja, dat was echt het gevoel, ja. Hè? Eureka, echt van, het is de persoon. Iemand die net zo intens is als ik, maar dan is het toch te intens of zo. Ja, en heel intens en ik ondertussen toch niet alles geven, terwijl ik dat eigenlijk wel wil, maar toen ook weer niet. Nee. Ja, raar is dat. Ja. En een half jaar later was ik zwanger. En dan verandert je wereld wel helemaal. Zo. Maar ik vind ook bijvoorbeeld, jij zegt bijvoorbeeld, je vindt het soms lekker om er juist uit te gaan. Ja. Kijk, je hebt mensen die zeggen, het boeit me niet om auto te rijden, ik vind het chill om naar iemand te gaan, dan hoef ik ook geen eten te halen, dan ga ik lekker naar eten. En ik ben dus meer van, oh, ik ga liever voor iemand helemaal koken en helemaal iemand thuis laten. Nu niet, want we gaan opname doen, maar als we echt normaal hadden afgesproken. En ik hou weer minder van auto rijden. En dan denk ik, ja, als dat in een vriendschap ook zo, het hoeft toch niet altijd maar, nu moet jij naar mij, nu moet ik naar jou, maar ik snap wel. Het moet wel vanzelf gaan, denk ik. Precies, maar inderdaad wel, af en toe ook even naar de ander, wat ik doe bij jou deed. Ja, nou ja, nee, ik weet niet hoe dat ging. Ik ben altijd heel erg van, ik ga heel graag naar anderen. Ja. Gewoon omdat ik het fijn vind om inderdaad weg te zijn. En dat heb ik nu nog. Ja. Ik ben dan denk ik al 10 keer bij iemand geweest en diegene dan 2 keer bij mij. Ja, maar daar denk ik dan niks achter. En jij gaat ook niet laten verwijten van, ik ben al 5 jaar lang en ik heb dus mensen die dat soort dingen doen. Ja, dan heb je tijd te veel. Als je dat dan moet gaan onthouden of als je wel weggaat met elkaar en ik betaal zeg maar de koffie. Ja. En diegene zegt, oh maar jij betaalde dat vorige keer ook al. Ja, dat. Geen idee. Ja, dat soort iemand houd ik dus wel, maar dat iemand vroeger mensen echt misbruik van mij maakte. Oh nee, daar hou ik ook niet zo van. Heel erg. Ik heb meer zoiets van, oh nou ja, dan betaal jij een volgende keer. Ja. Ja, wat maakt mij dat nou uit? Ja, als je het maar niet de hele tijd gaat zitten doen. Precies, want ik ben ook zo dat het me niet boeit, want dat mensen er dan misbruik van maken, ga je er zo over nadenken.
Dan zijn het ook niet echte vrienden. Nee. Het staat allemaal op de vlog, hè? Moet ik hier iets uitknippen? Heb ik geroddeld? Nee. Oeh! Oh my god, 20 minuten straks mijn camera weer heet. Geheugenvol. Mijne staat dus aan, maar ik ga het niet in mijn vlog helemaal laten hoor. Dan weet je dat. Oh joh. Nee, maar dan heb je alles dubbel. Dit wou jij even erin. Maar ik doe wel een klein stukje. Vind ik ook wel leuk, anders heb ik je zo weinig in mijn vlogje. Hallo, je hebt 20 minuten gefilmd. Hè? Ja, hier toch? Met mijn vlog. Oh ja! Ja? Helemaal vergeten. Het komt omdat ik dat dan niet besef. Is toch leuk? Ik doe gewoon een minuutje of zo. Oh, wacht. Ik moet ook plat zitten, want anders ben ik heel groot. We hebben 10 minuten. Ja, we hebben echt 10 minuutjes. Wel leuk zo nog met die kleren ook. Is toch cute? Helemaal gezellig. Ik wil dan inderdaad ook even faken voor een thumbnail. Oh ja, leuk. Ook met dit of alleen de champ? Alleen de champie. Doe jij één thumbnail of moeten we klein? Omdat je twee dingen naast elkaar wil. Oh, dat weet ik nog niet. Okay. Ik denk dat dit wel goed. Jij hebt een heel klein hoofd naast mij. Ja, omdat ik mijn haar vast heb. Heerlijk, zou I love dat it. Zijn? Ja. Dan moet ik een klein beetje naar achter. Daarom doe ik vaak mijn haar vast, dan lijkt mijn hoofd iets klein. Is je batterij leeg? Oh, nee, is rek. Zullen we helemaal een overdreven tumpnie doen? Tumpnie. Oh, dat is wel leuk. Ik heb het dus één keer een tumpie genoemd. Oh. En ik walgde van mezelf. Misschien was dat bij mij, want ik zeg het ook. Nee, oh. Dat is denk ik een halfjaartje geleden. Nee, je moet meer naar voren niet. Met je hoofd hoor. Echt? Je hebt echt een klein koppie. No. Maar dan post ik met een fles. Oké, okay, dit werkt niet. Zo dan. Nee, oh, nee, nee. Zo ja. Oké. Okay. Cheers. 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 Nog een keer. Oh. Mijn is al bijna leeg. Even, niet omdat ik wil dat jullie de video kijken, maar even eerlijk. Ja, doe maar even. Jullie moeten hem kijken omdat het echt heel lekker is. Rebecca's recept. Kijk, mijne ken ik al, dus ben ik minder impressed. Maar we willen toch nog ook even eten. Lekker. Ik heb 10 minuten, ja, dus doe mij er maar gewoon één. Vergeet straks niet je audio af te doen en vergeet niet die koekjes mee te nemen. Ja, ik denk dat ze dat heel lekker gaan vinden. Maar niet allemaal, want mijn bonusdochter wil ook. Ja, je had er nog 4 of zo in de oven, toch? Ja. Laat je dat lekker hier. Op dat schaaltje bedoel je? Ja? Ja. Oh, ja in de oven zit niks. Oven. Oeh. Oh. Oeh. Dit hebben we dus gemaakt voor de serie op Charlotte der Kanaal. Bubble Hop. En ik kom dan in januari. Oh, dit... Ja, verschrikkelijk. De eerste is Rebecca. Ja, vind ik heel leuk dat ik de eerste ben. Mm. En dat het toch nog gelukt is. Ik weet niet wanneer we voor het laatst gefilmd hebben, maar filmen 5. Is nog langer geleden dan dat we elkaar hebben gezien. Hebben wij ook nog elkaar gezien zonder filmen dan? Hmm. Dat was onze intense periode. Ah. Hmm. Toen gingen we echt met elkaar om als in, we zagen elkaar 3 keer per week of zo. Bizar. Ja, dat was heel raar. Ik ga even mijn uit doen, anders is het te verleidelijk om het erin te laten. Snap ik. Van jou. Bye! Dat was zo gezellig. Heb ik geen dillen? Nee. Kijk even bij Rebecca ook even haar. We hebben net helemaal een soort mukbankje. Ja, heel leuk. Echt nostalgie. Heel leuk. Klein beetje way back. Het was heel gezellig. Zijn we helemaal verliefd, maar we gaan niet meteen weer afspreken. Ja, ik wilde bijna tongen, maar dat wilde ze nog niet. Dat is nog te vroeg. Ja, mag. Als jij anders gaat het weer fout. Nee joh, we gaan lekker genieten van hoe leuk het was en het rustig aandoen. Lijkt alsof we een relatie hebben. One step at a time. Ik zie je in januari. Zo, wat was het gezellig, maar ik ben heel moeilijk natuurlijk nog steeds niet helemaal lekker bij, maar dat vergeet je tijdens het filmen gelukkig. Nu helemaal lekker chillen. Ik heb eindelijk weer de winterkomers bij de bakker kunnen bemachtigen. Het wordt volgens mij dus wel echt steeds minder, maar nog steeds chill. Ik vroeg of ik over een box, lag een box met geen bruine puntjes en bolletjes, ze vroeg of ik die mocht. Ik denk, ik vraag het gewoon dat het mocht. Want het enige wat we nog in de vriezer hebben, zijn allemaal bolletjes. We hebben gewoon... meer zaden, hoe noem je dat? Licht meer granenbrood. Een basic bruin brood. Dit is eigenlijk wat we altijd in de supermarkt kopen. Als we brood kopen. Kaas-uienbollen. Ga ik denk ik niet invriezen, want ik kan een vriend mee naar zijn werk. En mijn bonusdochter is er ook dit weekend. En krentenbollen. Ga ik ook niet invriezen. Dat was het ook qua brood. En dan hebben we nog een chocoladeletter. Ik hou niet van chocola, maar... Ik zou bijna denken dat het de H is. Het is denk ik de K. Maar je kan doen alsof het de H is. Voor heel. Melkchocoladeletter. Ja, chocola komt wel op als we vrienden op bezoek hebben. Het liefst dat ik brood, maar we hebben op zich wel best wel wat brood. Maar is het nou minder, jongens, voor mensen die vaker kijken of niet? Ik heb ook nog deze leuke lolly. Dus die ga ik morgen aan mijn bonusdochter geven. En ik heb altijd heel veel rugpijn.
Ik doe gewoon iets verkeerd als ik in de keuken sta te filmen, dus ik heb gewoon last van mijn rug. Dus ik ga lekker mijn kleren uittrekken. En ik heb het eten als we met Rebecca hebben gemaakt nog een beetje aangevuld en in de oven gezet, zodat we straks lekker wat te eten hebben. En verder gaan we lekker chillen. Helemaal zin in. Ik ga nog niet de beelden importeren. Dat doe ik lekker morgen. Gewoon lekker nu 5:30. Genieten van de avond en lekker relaxen. En het was heel leuk. En Rebecca en ik gaan sowieso weer afspreken. Hadden we allebei denk ik al verwacht. Want het klikt gewoon heel erg goed. Dus ik vind het wel heel erg waardevol en leuk dat we elkaar nu door Babbelab toch weer hebben gezien. We zijn gewoon hele goede mensen. Dus super leuk. Bye bye. Oepsie. Het is 2:00 s'nachts. Ik was aan het werken en ik kon niet stoppen. En nu ga ik naar bed. Bye bye, koeien vrij. Ja, we zitten weer helemaal in de foto's. Ik ben benieuwd, jongens. Ik moet dus even reageren op mijn YouTube-comments. Eindelijk even tijd voor nu. Zoveel lieve reacties van jullie niet normaal. Hallo, bijles gehad. Mijn haar is nog steeds warm, maar zij wilde niet mijn hele haar gaan blonderen, want ik wil juist iets minder blond. Dus ik ben nu alweer wat blonder dan ik wil, maar anders ging die warmte er gewoon niet meer uit. Ik heb wel gewoon €70 afgerekend, maar ja, weet je, je kan ook niet verwachten dat ze dat als service nog gaan doen. Het is natuurlijk, zij zei van zullen we die toner doen? En daardoor is het dus warm geworden. Maar ik heb daar natuurlijk gewoon ja op gezegd. En het is een super lieve kapper. Ze hebben vorige keer die toner al als service gegeven. Dus ze kunnen natuurlijk niet dit weer als service geven. Want ze is gewoon 3 uur met je bezig. Maar de plukken die ze heeft gedaan zijn echt weer super goed. De plukken die ze niet heeft gedaan, dat wisten we al toen ze begon. Die zijn gewoon nog warm. Je ziet het morgen wel. Maar mijn hele haar blonderen, dat ging gewoon te ver. Dus ik ga gewoon kijken of ik hier aan ben. Dat is sowieso beter. En als ik er niet aan ben, ja, dan moet ik maar weer mijn andere plukken ook gaan doen. Het kost ook zoveel tijd. Het is nu in ieder geval een stuk beter. Maar ze snapt in ieder geval helemaal wat ik bedoelde. Ik heb allemaal lekkere, gezonde boodschapjes gedaan. Vanavond is een beetje een speciale avond, maar ik ga jullie later vertellen waarom. Verwacht ik spannend. Ik wil ook niet geheimzinnig doen, maar dat is denk ik wel zeer binnenkort. Maar we gaan dus even lekker sushi eten. Ik heb het al besteld. Lekker gluwijn gehaald. En dan doen we daar nog even lekker wat ovensnackjes bij of zo. Dan gaan we lekker. Ja, dan hebben we dus eerst even iets. Dan gaan we lekker sushi eten met veel. Dan maken we er gewoon een lekker avondje van. Ja, ging je lekker met de bijles, jongen, knuffelmoesie? Ja, dan gaan we even naar buiten. Eerst ruiken of het te koud is. Dat doet ze altijd. Dan doe je de deur open en dan gaat zo ruiken of ze wel naar buiten kan. Onwijs veel honger, want ik heb alleen skier op, een pindakaaskoekje en een banaan. Ik heb lekker golden kiwis, avocado's, sinaasappels, mandarijnen, bananen, tomaten, komkommer, havermelk, borrelsnackjes. Ik heb geen vlees gehaald. Meestal haalde ik voor hun die salade met truffel, maar ik doe het gewoon niet. Zolang ze er ook niet naar vragen, dan denk ik ja, dan eet ik geen vlees en dan ga ik het voor hun wel halen. Ik eet ook echt bijna geen kip. Heel af en toe met avondeten, maar echt zoveel minder. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik merk ook als ik vlees voorbij zie komen, ook rauw vlees en zo, dat ik denk, gaffer, dode dieren, waarom zou ik het opeten? En ik ben niet heilig, want ik eet het nog steeds af en toe, maar in ieder geval echt nooit meer koe en rund. Dus dat is een vooruitgang. Oké, ik ga eventjes kijken wat we allemaal in de vriezer hebben qua snackjes. En dan ga ik even wat rauwkost snijden. Dan komen ze zo thuis en dan kunnen we daar lekker eten. Oké, ik heb een simpel snackplankie. Wij hebben dus heel lekker sushi gegeten en we gaan zo de Masked Singer kijken, maar we hebben nog 40 minuten. Dus we zeiden we laten naar de Starbucks rijden, ook al is dat die hele slechte Starbucks van laatst, maar het drinken is gewoon goed. En dan gaan we daar lekker door de drive een drankje halen. Ik heb te zeggen dat ik minder zoet wil, want ik wil nooit zo zoet. Too late. Jongens, we hebben dus een coconut hazelnut crunchy dream of zoiets in een mega grote maat met mijn gratis spaarkaart. Oh ja, chocolatey hazelnut heaven. En ik heb kokosmelk met witte chocola. Nee, mijn smaakt dus naar niet die Ferrero Rocher, maar dan die witte met kokos. Zo lekker. Oh, zo leuk. Boom, maar echt een hele raar kleur. Het is echt veel blonder. Ik zit Rebecca naar vlogs te kijken. Ze doet nu dus dagvlogs.
En ze heeft dus dat van gisteren nu al online. Echt, ik ben tegenwoordig nog best snel met mijn vlogs, maar dat is niet normaal snel. Maar ik wou gewoon eventjes snel, want ik ben voor Babbelhap aan het werk. Dus ik dacht, kijk even snel ons stukje. Maar ik merkte dat zodra de vlog aanging, dat ik gewoon alles heb gekeken. Want ik vind het heel leuk eigenlijk om haar vlogs weer te zien. Ik kijk nooit vlogs van niemand. Maar ik vond het echt superleuk. Dus ik snap echt dat zoveel mensen kijken. Heel leuk. Maar ik zit nu te kijken naar wat ze heeft gefilmd gisteren. En het is zo ontzettend leuk om ons zo samen terug te zien nu al. Ik zit er helemaal van te genieten. Ze heeft zo'n de lens heel wijd staan. Heel leuk. Dit is zo leuk. Heel leuk. Helemaal leuk om terug te zien. Het is zo leuk om zeg maar jezelf met een vriendin of zo terug te zien in iemand anders vlog. Ik heb natuurlijk ook met Lot, maar die vlog meestal niet zoveel. En Rebecca heeft best wel veel gefilmd. Ik film ook altijd veel. En het is zo leuk om dat dan samen zo terug te zien bij een ander. Dus in beelden die je niet zelf hebt bewerkt. Ik vind het helemaal leuk. Ja, verder zie ik mezelf nooit natuurlijk bij een ander. Heel leuk dit. Heel leuk. Oké, drukke dag vandaag. Even heel snel langs de gym, dan kerstbomen halen. En dan door naar Deventer. Oké, helemaal bezweet. Ik heb echt zin om mijn kleren uit te trekken. Omdat ik alles heel gehaast heb gedaan. Echt heel gehaast. Ik ben er maar 20 minuten geweest en ik heb gewoon als een gek de belangrijkste dingen boven heb ik gedaan, boven lichaam. Zorg ervoor dat niet te veel herrie in de, tijdens het vloggen. En dan parkeer ik mijn auto zo dat ik even 1 minuut moest lopen. Dus gerend door de regen. Even 2 keer 8 de belangrijkste oefeningen voor bovenlichaam gedaan. Toen 5 minuten maar gerend en weer 1 minuut naar mijn auto. Dus 7 minuten gerend. Ja, niet geweldig, maar beter dan niks. Ik kon echt gisteren, was Rebecca er gisteren? Nee, eergisteren. Oh, gisteren had ik natuurlijk een super drukke dag. Dat was de eerste dag dat ik een beetje had kunnen gaan sporten, maar ik had oprecht geen tijd. Ja, ik had eerder op kunnen staan, maar dan had ik de avond ervoor weer niet kunnen werken. Dus ik ben goed bezig. Ik doe even mijn ding aan, want het is beslagen. En snel naar huis, kerstboom kopen. Ja hoor, we zijn in de intratuin. Kijk, een echte wolk. Er is zeker een stuk wolk naar beneden gevallen. In het vuur. Dames en heren, het is zover. De dag is aangebroken waarop we een kerstboom gaan uitzoeken. Ja. Nee, jij mag niet in de vlog, mevrouwtje. Ja. Nee, deze is heel kaal. Ja. Maar ik had gezegd, omdat ik straks naar Deventer ga, ga ik niet mijn mening geven. Want H wil altijd een lichtgroene, ik een donkergroene. En we houden allebei van totaal andere bomen. Maar niet mijn mening geven is toch best lastig. Oh ja, jammer. Ik hou juist van fluffy bomen. Zo leuk. Echte kerstboom. We hebben dit jaar een beetje veel ballen gekozen. We hebben lekker oliebols. Dat is gierig laagje gluwijn. Sorry hoor. Dit is letterlijk 1 slok. Wat is dit? Want ik had er niet zoveel in de pannen gedaan. Dat is ook typisch. Oliebols. Heel lekker. Poesie komt letterlijk naar beneden volgens mij voor Mina. Deze hond houdt van matcha. Lekker hè? Oh, je gaat het slingen weer doen, ja. En daarna begint het leuke moment. Nee, deze heb ik toen aan mij en Mel gegeven voor Turipijn. Ik vind het wel leuk als al die dingen een beetje een betekenis hebben. Hé, hey, deze ja! Die heb je volgens mij vorig jaar gekocht, Polly, toch? Oh, deze! Oh. Ja, ik ben bijna nog in de klas. Ja? Yeah? Oh ja, ik had een bolletje nog. Deze heb ik vorig jaar volgens mij van Sinterklaas gekregen. Ja, onderweg naar Deventer. Ik ben 20 minuutjes onderweg. Ik moest even tanken. Maar laatst met H in de auto van mijn ouders moesten we dus ook tanken. Maar ook langs de snelweg. Dan zei ik, doe maar 20 euro, want het is zo duur. Maar ja, daardoor had ik nu ook maar 3 streepjes. Zou ik het net niet redden, denk ik, met 2 uur rijden. Dus heb ik hier weer voor 20 euro getankt. En dan wil ik in Deventer dan morgen even ergens iets goedkoper tanken. Want het is zo duur als je hem helemaal vol tankt bij de Shell aan de snelweg.
En ik heb super veel honger. Dus ik heb lekker een broodje zalm. En dan gaf me gratis komkommer. Yay. En een soort van gezond sapje. Het is vooral appel, maar ook spinazie, gember en bleekselderij. En dan gaan we lekker rijden. Ik ging hier stoppen. Ik dacht, ga ik naar de Starbucks. En dacht ik, ja, ik heb daar helemaal geen zin in. Ik vind het helemaal niet zo lekker. Gisteren was het heel lekker en gezellig. Maar in mijn eentje. En ik heb eigenlijk honger. En we gaan... Ja, mijn vriendin is natuurlijk zwanger. Dus nog een beetje onduidelijk wat ze met eten gaan doen. Dus ik denk, nou heb ik in ieder geval niet dat ik er aankom met super veel honger. Lekker. Nee. Oh, ik vind het wel heel ver hoor, jongens. Ik ben er. 1 minuut nog. Maar ja... Ik snap wel tegenwoordig een beetje dat mensen het lekker vinden om auto te rijden. Gewoon even een momentje voor jezelf. Maar eigenlijk vind ik alles na een uur. Op een gegeven moment dacht ik, nu ben ik wel klaar. Dan moet ik nog 59 minuten. Helemaal ingekakt. Het is ook pikken donker. Ja, ik hou er niet van. Zo jammer. Want dan wil je wel vaker naar je vriendin. Nou, helemaal als ze straks een baby heeft. Maar ik vind het zo ver. Dus dan ga ik nog liever met het OV. Omdat je dan nog een beetje wakker blijft of zo. Het is gewoon zo saai. Ik heb wel podcasts te luisteren, maar ik vind het zo saai. Niet normaal. Nou, ik ben er. Oké, we zijn nu buiten het huis, dus ik kan even filmen. Ik ben met Sian even borrelsnackies gaan halen. Dus ik ga hier bij de lantaarnpaal eventjes in het licht even snel laten zien wat we hebben gekocht. Want ik weet niet of ik dus binnen mag filmen. En ik ben zo trouw aan mijn kijkers, dus doe even een duimpje omhoog voor deze loyaliteit. Oké, nou, lekker gewoon groenten. We hebben gewoon heel veel snackies, ontbijt. Lekkere dingen. We gaan niet moeilijk doen, we pleuren het gewoon enkel op tafel en we gaan zitten. Oké, we hebben lekker hummus en kaasjes en jullie zeggen allemaal burrata. Iedereen zegt burrata. Ja. Geitenkaas, aioli, olijven, boter, dipjes. Yoshi is echt obsessed. Lekker gezonde dingen. De kaars zal ik er niet op doen. Yoshi mag gewoon. Mag Yoshi erop? Ja. Oh, Yoshi staat al op YouTube. Toen was je nog een hele kleine baby, toch? Als iemand laat in de comment weten of je dat nog weet. Hallo, ik zie niks, want ik heb geen lens in. Ik ben zo blind, dat is niet normaal. Nou, hebben jullie ook eens een keertje een shot vanuit bed? Ik lig lekker in bed. Sian en ik zouden eerst samen hier slapen, maar ik kan het echt niet. Dus Sian is zo lief om op de bank te slapen, want zij is op zich wel een makkelijke slaper. Ik kan gewoon niet samen slapen. Ik raak wel helemaal in paniek, dus ik ben heel blij dat ik hier lekker lig. Het is pas 11:30, we gingen al best wel vroeg naar boven. Nog lekker gezellig samen make-up afhalen, kletsen. Helemaal leuk. En nu lekker slapen. Ik ga nog even een brief doorlezen van... Ja, ik heb maandag een sollicitatie. Dat wou ik maandag vertellen, maar dat weet je dan vast. En daarvoor wil ik even een oude sollicitatiebrief doorlezen om er even wat dingetjes terug te halen. Ik dacht, doe ik nu eventjes. Ik kan ook niet met echt slapen, maar ik vind het lekker nog even zo... Altijd terug te trekken in je eentje lekker in bed. En dan, dat vind ik ook wel fijn. En nog even op je telefoon. Niet te lang dan lekker slapen. Als ik die brief ga lezen, ga ik misschien juist trouwens niet kunnen slapen. Terwijl ik nu lekker een leeg hoofd heb. Dus, kijk wel even. Je gaat heerlijk slapen. En morgen lekker weer. Lekker dagje nog hier. Dan lekker bij mijn ouders slapen. En Sian en ik gaan samen naar Weesbreien. Het is gezellig, maar ik ben heel moe. Ik heb echt een hele drukke dag ook gehad. Lekker voldaan. En gisteren ging ik mega laat slapen vanwege babbelhap. Ik ga nog even checken of alles wel goed klaar zat. Maar als het goed is wel. Ik heb gisteravond al die snippets en zo, die korte filmpjes voor Instagram lopen maken. Daar was ik tot 3 uur zelfs mee bezig of zo. En toen moesten we alweer om 9 uur op. Dus ja. Heerlijk op tijd naar bed. En ik zie jullie morgen. Good morning. Ik ben helemaal moe omdat ik best wel... Ik word heel vaak wakker, maar als ik sliep heb ik echt heel diep en heel lekker geslapen. Dus echt heel moe. Maar dat trekt zo denk ik wel bij. We gaan lekker ontbijten, dus ik ga lekker naar beneden. Ik was mijn matcha knopper vergeten, dus hier in de melk op het scherm gedaan. Maar ik weet niet of jullie het zien. Je ziet het niet. Ja, echt tot hier is het schuim. Dat is echt een goede tip. Heerlijk. Nou, Wanne, we zijn Josje aan het uitlaten. Het is zo schattig. Mag ik Josje filmen? Kijk, deze cutie. Het is zo fluffy en schattig. Ik probeer haar hoofd te filmen, maar dat lukt niet. No. Wat doet ze allemaal? Ze is heel happy. Hallo. We hebben lekker Josje uitgelaten en nu gaan we even... Sian is hier. Want... Ja, ik ga dus bij mijn ouders logeren. Dus daardoor komt Sian met mij meerijden. Dus dat is super chill. Moet ik hier nog even rechtdoor, denk ik toch? En Shanna's moeder die ging haar dus laatst naar Davis te brengen naar de baby shower. En toen had ze een pot gekocht. En nu wil ze die pot weer. Dus wij gaan nu op een missie. En
dat vind ik best wel leuk, want normaal, ik heb echt veel hier naar rechts hadden gemoeten, Sjan. Je hebt toch navigatie? Ja, hij zegt hier, maar daar is de intratuin, maar niet de parkeerplaats. Oh, sad. Ja, helaas. Maar ja, het geeft hij dus niet aan. Nu moeten we zeker heel lang onder een tunnel. Maar in ieder geval, normaal gaat Sjan altijd met mij mee op missies. Oh, als we nu de snelweg op gaan, ga ik huilen. Ook. Ik ga pas links, want dan kan ik U-turnen ergens. En nu gaan we dus een pot met pootjes zoeken voor Sjanne's moeder. Gisteren in de intratuin heb ik hem ook al gezocht, maar daar was hij niet. Ik denk dat je hier niet mag U-turnen. Maar ik kan het wel doen. Ik ga het doen. Ja, als we een missie hebben... Nee, gewoon... Kun je niet opnieuw instellen? Nee, want hij weet niet waar de parkeer... Nee, je mag hier wel U-turnen, ja. Er staat ook geen bordje dat het niet mag, hè? Ik ben een hele goede... Het kan wel dat mijn camera gaat vallen. Komt de U-turn aan. Wee! Nou, dat doe je goed, meid. Goed, hè? Dus nu gaan we op de missie. En dan ga ik naar huis, ga ik lekker bij mijn ouders logeren. En eerst Sjanna naar huis brengen. Met hopelijk een pot. Hopelijk. Nou, vaarwel, vloggers. Er is een kerstman. We hebben aanwijzingen gekregen waar we heen moeten. Volgende route van Sjanna. We hebben hem, nou ja, Sjanna heeft hem gevonden. Hij staat daar helemaal boven. Ja. De pot en missie is geslaagd. En weer door. Zo, Sjan afgezet en nu nog 10 minuutjes. Reed zeg maar al langs mijn ouders huis, soort van, maar dan moet hij weer helemaal aan de andere kant van wezen. Nu weer terug. En dan lekker naar mijn ouders. Heel veel zin in. En we zijn dus nu in Aatsveld. En dit is dus de buurt waar Ruben's ouders wonen. Echt heel dicht bij Sjanna. Ze reden net even zo langs. En dat is echt zo'n nostalgie. Dat ik echt denk, oh, ik wil nog een keer mijn schoonouders van vroeger een keer opzoeken of zo. Ik heb heel erg in de fase dat ik mensen van vroeger wil opzoeken. Ik weet niet wat het is. Dat heb ik ineens helemaal. Zo, ik heb helemaal zin om lekker naar mijn ouders te gaan. Heerlijk. Morgen is een belangrijke dag. Sollicitatie en nog iets, maar dat horen jullie volgende week vlog. Ik ben benieuwd wat we gaan eten. En dat mijn ouders het heel leuk vinden dat ik er ben. Gezellig. Ik heb er ook zin in. Lekker chillen. Ho, ho, ho. Wel lekker, want ik eet eigenlijk nooit meer vlees. Maar als ik het bij een ander krijg, vind ik het wel heel lekker. Rendang zonder soja. En wat zei hij daarna nou? Ik heb het namelijk zelf gemaakt. Wat was dat tweede? Sayolode. Nou, dat kan ik niet uitspreken. Sayolode. Mmm. Oh, dit eten wij nou nooit, zoiets. Dit vind ik heel lekker. Really? Kijk eens, schat. En een super lekkere komkommersalade. Hij lijkt een beetje op mijn spiraal komkommersalade. Als ik het zo zie. Katjan penis, hoe heet dit ook weer? Penis. Seroen denken ze trouwens, niet Katjan penis. Katjan penis. Ja. Wauw, lekker zeg. Lekker hoor. Kijk dit, hè? Oh, wat is nog niet vol genoemd? Hè? Hier dit. Dit is het. Ja, dat weet ik ook. Wowie. Doe een duimpje omhoog op deze video als je vindt dat mijn moeder een keer een nieuwe haarborstel moet kopen. Na 70 jaar op deze aardbodem met deze borstels. Ik zit lekker in bad en ik ga dit maskertje opdoen. Die gebruikt mijn moeder toch niet. Oké, jongens, ik ben net wakker. Ik zie niks. Volgens mij. Oh. Maar ik dacht, ik moet natuurlijk de weekvlog afzetten. Het is maandag. Ik heb helemaal niet beseft dat het nu maandag is. Ja. Dus bedankt voor het kijken. 2 vlogs geleden kreeg ik echt zoveel reacties. En vorige week helemaal niet. En dat was juist een hele leuke vlog van mijn moeders verjaardag. Ik had heel veel lieve comments, maar zoveel minder. Dus even jullie reminder. Vergeet niet om te blijven reageren. Want dat is mijn enige mogelijkheid hoe jullie mij kunnen helpen. En door te liken dat mijn video's weer meer bekeken zullen gaan worden. Dus als je dat zou willen doen, heel graag. Wat ik al zei, al is het maar een hartje of een smiley. En ja, bedankt dat je weer hebt gekeken. En ik hoop heel erg dat, als jullie dit zien, is de eerste feestdagenspecial van Babbelwap online. Dus ik hoop heel erg dat jullie die ook leuk vonden. Ik heb het idee dat dat veel leuker gaat zijn dan seizoen 1, maar ik weet het natuurlijk niet. Ik ga lekker douchen en ik heb nu dus een sollicitatie, maar dat zien jullie volgende week. En bedankt voor het kijken en tot bij de volgende. Doei!